ga ik bolletjes maken met Emily. En hier staan de ingrediënten al. Melk, een ei, boter, 50 gram en deze zak. En hier zit de mix voor de bolletjes in. Nu ga ik mijn handen wassen. De bolus mix de gist. Open. Hoi, en dit boterblok moet er helemaal in. En nu ga ik de melk doen. En het ei. Precies ernaast. Hoi, en nu ga ik het ei erbij gooien, maar het was net een beetje misgegaan. Nu zijn we aan het mengen. Hij plakt al bijna niet meer aan mijn handen omdat we hebben gekneed. En daarvoor is kneden ook. Nu moeten we het een uur laten rijzen op een warme plek. Maar we gaan het niet op een warme plek doen. Wij gaan het gewoon in de oven doen. Nu is het deeg klaar met rijzen. Nu gaan we de suiker bij de balletjes doen en de balletjes door de suiker rollen en de suiker door de balletjes doen. De bolus in de goede vorm gemaakt en
ik heb er suiker op gedaan. Kijk maar eens naar mijn handen, hoe suikerig ze zijn. Maar ze moeten nog een half uur rijzen en nog 8 minuten bakken, de bolletjes. En nu gaan we ze een half uur laten rijzen. En bakken? 8 minuten. En ze moeten nu alleen nog 8 minuten in de oven. Bolen ze klaar. En nu gaan we ze opeten. Lekker. Het is super lekker. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren en duimpjes omhoog.